Sweepertje, rare Sweepertje. Onze Sweeper is des malle dingen doet. Hij leidt een vrolijk leven, hij luistert nooit naar raad. Om zijn brutale grappen maakt ons gezicht van kwaad. Daar komt Sweepertje, rare Sweepertje. Onze Sweeper met zijn uitgestreken snoet. Daar komt Sweepertje. En u, juffer Saartje, u begrijpt daar niks van. Niks. Ten eerste is het diefstal. Vervolgens het niet opvolgen van een politioneel bevel. En ten derde het gezag belachelijk maken, juffer Saartje. Dat zijn drie ernstige feiten, begrijpt u dat? Ja, dat moet u wel begrijpen, juffer Saartje. Ik weet zeker dat Sweepertje het zo niet bedoeld heeft. Nee. Het is alleen maar een grapje van hem. Een grapje, zegt u, juffer. Even, doe je nou toch ook wild? Ook dat nog, ook dat nog. Ja, een hele natte broek. Ja, kom hier. Zo, nou, de rest droogt wel. Ik ga nou eens even rustig zitten. Die is ook kwaad. En hier heb je je appeltje ook weer. Nou, dank u wel. Ja. Yeah. Dat is ook een appel. Oh, bevalt meneer de appel soms niet? Ah, daar gaat het helemaal niet om, juffrouw Saartje. Maar die andere appel, dat was een zeer bijzondere appel. Dat was een voortreffelijk appel. Zo groot was die, juffrouw Saartje. En als ik er nog aan denk dat die zwerver zijn tanden in mijn appel gezet heeft, nou dan... Doe toch niet zo kinderachtig. Doe, eet er maar braaf je appeltje op en dan maak je niet zo kwaad. Hè? Zeg, dat is waar ook. Ik word vergeten. Ik moet even naar boven. Nou, dan ga ik ook maar weg, juffrouw Saartje. Nou, tot ziens dan, even. Ja, dag, juffrouw Saartje. Rotappel. Als ik die zwerver in mijn handen krijg, dan sleur ik hem voor de edelachtbare heer burgemeester. Hey, ja, hier zo. Die natte broek, hè. Drijfnat. En dat is ook zijn schuld. Dat is ook zijn schuld. En niemand anders. Niemand anders. Thank you.
In het groene dal, in het stille dal, waar kleine bloempjes bloeien, daar ruist een schone waterval, waar kleine bloempjes bloeien. In het stille dal, in het zoete dal, waar kleine bloempjes bloeien. Oh, nee hoor, ik moet even gaan zitten. Wat? Moet je nu alweer gaan zitten? Zei je wat, lieve Frida? Of je nu alweer moet gaan zitten? Nee hoor, maar ik zei tegen mezelf, ik moet even gaan zitten. Ik had ineens zo'n pijn in mijn rug. Ik kan ook niet tegen dat bukken. Hier, pak aan. Stof jij zo lang de kast af, hè? Dan zal ik wel verder schuilen. Maar die heb ik gisterenmiddag helemaal geboemd. Ben je er ook bovenop geweest? Nee, dat kan ik toch niet. Weet je toch. Noem je dat een kast afstoffen? Oh! Er valt wat naar beneden. Wat doe je nou weer? Kan je me verstaan? Ja, er lag iets bovenop. Dat is er tussen gevallen. Oh, de verzekeringspapieren. Die heb ik er van de week opgelegd om een visite te krijgen. Nee, laat maar. Ik zal wel kijken. Oh. Ik zie je helemaal niets. Ze liggen er toch niet nog bovenop, hè? Nee, ik voel niks meer. Nee. Ja, ik zie een envelop. Ja, dan moeten we de kast een beetje naar voren schuiven. Toe, help eens even mee. Zie je, dat heb je nou als er geen man in huis is, hè? Moet je eens even kijken, de striemen staan in mijn handen. Jij ook met je kippenkracht. Lieve Frieda, waarom nou vannacht? Dan is het helemaal donker. Waarom heb je nou die dingen ook? Had die man niet op die kast gelegd? Nou, had jij maar een beetje beter opgelet. Wat gaan we nu doen, lieve Frieda? Nou, laten we maar gaan koffie drinken. Oh ja, ik heb het water al opgezet. Zo, breng jij even de kopjes in de keuken? Vannacht? Hoe komt ze erbij? Dat hoor. Hé. Hey. Laai daarin. Nou, zeg maar. Geluid kwam natuurlijk van buiten. Oh, ik ben tegenwoordig toch ook zo schrikachtig. Wat is dat toch vervelend, dat schrikachtig allemaal.
Dat scheelde maar een haartje van een oude dametje. Nu komt niets. Ik heb zeker stof in mijn neus gehad. Nee, kus het veilig. Gauw makker dat ik wegkom. Draaibron weer. Makkelijk wegkom. Die weet je wat er geplaagd mens toekomt. Wat een bediening. Elise, zou je nou niet eerst die stofdoek even opruimen? Lieve Frieda, ik snap helemaal niet dat je daar nou zo'n trek in hebt. Pruimen zijn op het ogenblik zo duur. Opruimen, die stofdoek opruimen. Oh, de stofdoek opruimen. Ja, natuurlijk, lieve Frieda. Zo, ik zal het raam nou maar weer even dicht doen. Want als we straks gaan zitten, is het toch een beetje vies. Oh, pardon, dames, ik u niet confereer. Mag ik u misschien even iets vragen? Oh, agentje, natuurlijk. Agentje? Dorpswalf, wachter met uw welgevallen mevrouw. Ja, ja, natuurlijk, maar wij hebben zo lang in het Haagje gewoond. Oh, ja. Nou ja, dan neem ik het u ook helemaal niet kwalijk, hè. En wat ik u vragen wilde, mevrouw, heeft u hier misschien een zwerver voorbij zien hollen? Een zwerver, zegt u? Hoe ziet hij eruit? Nou, dat zal ik u vertellen, mevrouw. Een heel haveloos kereltje met een heel vreemd koppetje, hè. Ja, ja, het is geen type wat u graag 's nachts tegen het lijf zou willen lopen, mevrouw. Tegen het lijf? Bah, wat denkt u wel van me? Neemt u me niet kwalijk. Onze gedachten passeren elkaar, mevrouw. Maar heeft u werkelijk niets gezien? Nee, man. Wij kijken nooit naar dat soort types. Wel, mevrouw. Frieda, wat was dat voor engs? Oh, helemaal niets engs, Elise. Het ging over een soort man waar dames zoals jij en ik niet naar kijken. En die we ook niet gezien hebben. Kom, laten we nou eens van onze koffie gaan genieten. Anders wordt hij helemaal koud. Oh, nou loop ik nog altijd met die stofdoek in mijn hand. Elise, wat zie ik nu weer? Kon je nou niet even wachten met het opdrinken van je kopje koffie tot ik gezellig bij je zat? Ha, wat ben je toch altijd onbeheerst? Mijn lieve Frieda, ik heb helemaal niet... Nee, ik heb het voor je opgedronken. Nou, daar snap ik niets van. Hoe kan dat nou? Frieda. Handen omhoog! Wat zoek jij hier in mijn huis, hè? Nee, helemaal niks, mevrouw. Pardon, ik ben te vroeg rechts afgeslagen. En toen stond ik buiten en toen kwam er een verkeersveldwachter. Ja, allemaal uitvluchten, hè? Die veldagent had jou natuurlijk op een boosdoenerij betrapt. Jij hebt straf verdiend. Nee, het was een klein familieruzietje, mevrouw. Een kibbelerijtje om een appel. Met de hand op mijn hart. Ja. Ik kan u verzekeren. Misschien heb jij wel helemaal geen hart. En die vuile handen van jou geven ook niet zoveel vertrouwen. Ja, je mag wel even naar die zuster kijken, die is weer in de zwijmelens verzonken. Maar mag je wel even helpen? Wat een ventje ben jij, ja, hè? Een hele held, hè? Eerst een huis binnenkruipen en dan er weer uitkruipen. Dat gaat zomaar niet, zwerversmannetje. Mijn zuster en mij in opspraak brengen, hè? Een kerel in het huis van twee ongetrouwde dames. Als die veldagent dat zou weten, dan zou hij ons misschien nog verdenken. Ja, Frieda, je hebt gelijk. Wat moeten de mensen wel van ons denken? Wat wilt u denn dat ik doe? Tot het donker blijf jij hier in huis. Nee, Frieda, dat is toch veel te eng. Laat mij nou maar begaan, zuster. Ja. Jij hoeft hier ook niet met je armen over elkaar te zitten, ventje. Wij hebben een heleboel karweitjes voor jou op te knappen. Ja, Frieda, hij is een man, hè? Een vreemd soort man.
Maar een man. Hij kan die kast voor ons opzij schuiven. En die kist die boven van de zolder gehaald moet worden. Ja, misschien kan hij ook wel die lekkende kraan repareren. En die twee zware stenen potten met snijbonen naar de kelder brengen. Ja, ja. Ja, nou ja. Oh, kan niet. Ik heb een afspraak met een vriend. Die zou ik helpen. Ja, jij hebt je misdragen tegenover die veldagent. En daar krijg jij nu je straf voor. Misschien heb je wel beledigd. Wat hebt u allemaal tegen hem durven zeggen? Nou, helemaal niks. Maar gewoon een beetje mot over een appeltje. En toen heb ik ze een appel. Ja. Nou, geen praatjes meer. Schuif jij nou die kast maar opzij. Ja, ik... Nou, vooruit. Trek je jasje maar uit. Vooruit. Mijn rug. Kijk op. Last. Ja. Op. Oh, de kast. Frida. 1, 2, 3, wat ben jij dapper! Ja, luister je nou naar me of laat je me maar praten? Nou, allebei. Ik luister naar je en ik laat je... Ik heb een lekker sigaartje, dat moet ook geplakt worden. Verwacht jij die vrije vriend van jou nog? Nou, dat heb ik je toch gezegd? Al meer dan een uur geleden had hij hier moeten zijn. Ja, hij doet het zo. Geef me eventjes gauw een vuurtje, ouwe brommer. Ruit hem maar. Ah, dank je. Ja, hij is niet op komen dagelen. Hij heeft zich zeker verslapen. Maar dat kan ik je wel beter vertellen. Hij heeft zijn eigen niet verslapen. Oh, nou, dan weet je meer dan ik. Waarom vraag je het dan? Je verbergt hem toch zeker niet, hè? Maar maak het nou een beetje, zeg. Hoe kan dat nou... Ja, hij zit in mijn binnenzak. Ja, ik heb niet alleen last van lekkende sigaartjes, maar ook nog van lekkende binnenzakken vanwege de voering. Ja, hey, sweet, kom je met je lange slungel bij je? Ja, hey, schijt nou uit met die... Nou, zeg, Anne, ho! Zegt er juist, schijt met die onzin. Jij ook. Dus hij is er niet en hij is niet geweest. Nou, geweest, hè? Je brengt me nou ineens weer in het onzekere met al dat ambtenaarlijke gevraag. Oh ja? Ja, geweest. Ja. Nou ja, hij komt al jarenlang over de vloer hier, hè? Ik bedoel vandaag. Oh, wacht even, vandaag. Yeah. Ja. Ja, nee, vandaag is hij niet geweest. Maar wat niet is, kan nog komen, dus ik verwacht hem elk ogenblik. Jij bent een onmogelijk mens. Zeg, wacht eens even, Broem. Wat heeft die kameraad van mij weer uitgevreten? Ik praat tegen jou niet meer. Adieu. Jongen. Wat zal die sweep nou weer hebben uitgehaald? En wat zal die uithangen? Jongen. Op zijn hulp hoef ik niet te rekenen. Ik zal wel alleen naar de kerk, jongen. Dat doet hij ook al goed, hè, Frida? Ja, zolang een man maar onder de goede leiding van een vrouw staat, is het best nog een bruikbaar wezen. Wil je hem vragen of hij misschien de kanariekooi kan repareren? De kanariekooi? Ja, dat is een goed idee. Zeg eens, kereltje, jij bent daar nou bijna mee klaar, hè? Zou jij dat deurtje van die kanariekooi kunnen maken? Het deurtje van die kooi? Ja. Die deurtje? Ja. Oh, ja. Kan ik niet. Maar ik heb wel een vriend die woont hier vlak in de buurt, die is gekript van zo'n karweitje. Dat doet hij. Beslaat het gewoon uit de losse hand. Einde van Dijk, een antiekhandelaar. Zal ik het gelijk even wegbrengen? Jij? Geen sprake van. Zolang het hier licht is, ga jij de deur niet uit, hoor. Ja. Nee, dat zal ik zelf wel doen. Er is geen haast bij. Nou ja, geen haast. Ik weet dat hij vreselijk druk hebt in zijn winkel, maar vandaag heb je net tijd voor zo'n friemelderende rijtje. Ja, maar als het nou stil is in de straat... Elise, hou jij je er nou buiten, hè? Jij hebt geen verstand van dit soort mannen. Ik zal het zelf wel even gaan doen. En jij? Jij kan ondertussen even dat houten kooitje van boven halen. Dan doen wij Pieter daar zo lang in, dat is, hè? Dat doen we dat, Pieter. Ja, dat is goed. Ho, waar staat Pieter? Nee, ik bedoel de kooi. De trap op, dan nog een trap op. Links om de hoek, naast de hutkoffer, daar staat het. Juist. Ja, en wee je gemeente, hè? Ja, je weet er alles van. Ja, ik blijf hier op je wachten. Oh, graag mevrouw. Ja, tot zo, tot straks. Boven! Ja, boven. Ik denk, misschien kan ik boven buiten om. Boven.
Maar het is nog een heel vlagje. Als ik dat weer op een karretje krijg, dan word ik al twee keer. Moet ik laaien. En het is me nogal een eentje. Goedemorgen, meneer. Hé? Oh, ja, mevrouw. U bent een zekere Van Dijk? Een zeer zekere dame. Dat etiket hebben ze me al meer dan 45 jaar opgeplakt. Waarmee kan ik u van dienst zijn? Heb u iets te koop? Nee. Dit is een kooi. Een kanariekooi. Oh, ja, het spijt me wel. Maar antieke kanaries verkoop ik niet. Het gaat helemaal niet om kanaries. Kijk eens, dit deurtje hier, dat sluit niet goed meer. Oh, nou is uw vogeltje gevlogen. Wat bent u vermoeiend. Nee, dat deurtje moet gerepareerd worden. Oh. En nou heb ik van iemand gehoord dat u zoiets wel kunt maken. Nou, maar dan bent u goed ingelegen, mevrouw. Ja hoor. Nou, dat kan wel, ja. Nou, er is zeker haast bij, meneer. Ja, maar u heeft uw kanarie zo lang maar in een sigarenkistje gestopt, zeker, hè? Ik rook helemaal geen sigaren. Oh, nou, dat dacht ik even. Ja, nou, en uw kanarie natuurlijk ook niet. Nou, ik zou mijn best doen, hoor. Goed, vandaag hoeft het niet meer, maar zou u het morgen kunnen thuisbrengen? Nou ja, ik val om van de drukkigheid, dame, ja. Maar ik zal zien wat ik doen kan. Goed. Ja, meer kan ik niet zeggen. Ja. Heb u toevallig een adres? Ja, natuurlijk. Oh. Juffrouw Zilverschoon. Ja. Weverstraat 12. Mooi, ja. Nou, dat komt voor elkaar. Goed. Ja hoor. Dank u wel. Juffrouw Zilverschoon, gaat uw gang maar. U kunt er van mij rekenen. Ja, dag meneer. Dag dame. Jongen. Zo. Nou, dat deurtje dat zal ik morgen wel even lekkertjes bezorgd maken hoor. Nee, juffrouw Elise, ik ben klaar hoor. De deur loopt weer eens gesmeerd. Ik heb hem van onder en van boven een beetje afgeschaafd. Het loopt zo. Als u het zelf even kijken wil. Oh, wat vind ik dat knap van u. Ja, ik ben best goed. U hebt een koekje verdiend. Ja, ook weer. Ja. Kijk eens. Neem er maar twee. Twee of mijn zuster ziet het toch niet. Nee, ja, die is zo verschrikkelijk precies. Nou, ik laat hem op het tapijt vallen. Oh, voorzichtig. Nou. U bent toch gezellig, als ik het zeg maar. U mag een keer bij mij achter de fiets. Nou, dat zou ik maar niet te vaak doen, geloof ik. Nee. Foei, zoiets stelt een heer niet voor. Hoe jammer, u bent ook eigenlijk geen heer. Dat had ik helemaal vergeten. Nou. Oh, ik ben tegenwoordig toch zo vergeetachtig. Ja. Nee. Verveelt u zich? Nee hoor, ik verveel me helemaal. Ik ben blij dat ik even zie. Nou, ik vind niks doen heerlijk. Niets doen is slecht voor de mens, weet u dat wel? Maar na gedaan arbeid... Gaan wij een spelletje doen, hè? Ja, dat vind ik een leuk idee. Bokspringen. Foei, weer zo'n onheerachtig voorstel. Nee, ik bedoel natuurlijk een spelletje domino of halma. Nou. Nou, maar dan weet ik iets veel leukers. Wat dan? Een verstoppertje. Dat ken ik niet. Komt dat uit een ander land? Gewoon wegverkruipertje. Achter verstoppertje. Oh, verstoppertje. Ja. Oh, jou wat enig. Ja, dat heb ik in geen 60 jaar gespeeld. Nee. Blindemannetje. Dat vond ik altijd zo leuk. Ja, hey, blindemannetje. Ja, daar kan het ook mee. Waar kan het ook mee? Zei ik dat kan... Nee, ik bedoel, daar kan ik ook mee doen. Ja, heb u een verblinde man ding, doek? Oh ja. Ik heb een heel mooi doek, ja. Nee, ga blinde mannetje spelen, doekje voor. Zo. Wegwezen. Kijk eens, een mooie doek. Ja. Nou, wie begint? Nou, zullen we eventjes eerlijk doen? Zullen we erom omkossen? Wacht even hoor. In de minemutte, 10 pond groente, 10 pond kaas. In de minemutte is de baas. En de ik... Nou, ben ik hem. Wacht even, moet u mij een doek even voorbieden? Ja. 1, 2, hupsakee. Zo. Ja, zo. Zo. Wacht eventjes. Ja. Even een mooie strik maken, dat hij goed blijft zitten. Zo. Dank u zeer. Nou, moet je hem even in de rondte draaien? Ja. Zo maar. Hou niet zo. Zo, nou, ga ik zoeken, hè. Ik ga zoeken in alle hoeken. Er is niks.
Roep eens wakker, kan ik u vinden? Nee hoor, dan verraad ik mezelf, nee. Ja, heb... Oh nee, dat zijn de portepressees. Ik hoor gerucht. Ja, hebben. Maar toch gevonden, toch gevonden. Wat een opwindend spelletje. Ja, wat enig, hè? Ja. Oh, jij deugniet. Nou ben ik hem. Jij bent u. Ik voel me weer helemaal jong. Ja. Nou, ik ook. Nou, nu, hè. Kom ja. Dan gaat hij dan, hoor. Ja, hoor. Voorzichtig, hè? Ja. Gaat het zo? Ja, best. Ik kan niks zien. Oh, nee, ik kan niks zien? Aardedonker. Aardedonker. Nou, draai ik weer in de rondte, hè. Oh. 1, 2. Ja. En nou maar vangen, hè. Nou maar vangen. Ja. Vang me maar. Ja. Vang me maar. Nou, nee, ik zou u afkomen. Ik weet wat, ik doe even open. Daar is juffrouw Friedel. Ja, jij vraagt, wat heeft dat te betekenen? Nou, ga jij maar gewoon eerst naar binnen. Ja. Ik zag al een gordijntje op zijn schuif. Ja, nou, we waren een blindemannetje spelen. Juffrouw Elise moest mij nou vangen. Friedel, ik had hem moeten vangen. Ja. Jij bent me ook altijd voor. Ja, ik heb hem gevangen. Hij was bijna ontvlucht. Ga jij maar gewoon naar de keuken, Elise. Zo spreek ik nog wel. En ga jij maar naar binnen. Met jou heb ik ook nog een appeltje te schillen vooruit. Bah! Nou begrijp ik waarom Frieda me haar hele leven heeft gewaarschuwd voor mannengevaar. Bah, bah, bah! Zeg, Saartje, ik begrijp er niets van. Ik heb om 11:30 met de veldwachter afgesproken. Om 11:30, het is nu 11:45. Ja, meneer, ik ben bang... Is er niets gebeurd? Nou, nee, dat niet, meneer, maar... Nou ja, het zit zo... Ik ben niet aan tegenspraak gewend, jongeman. Ik had jou gezegd dat je voor donker niet het huis mocht verlaten. En nou ben jij op slinkse wijze toch gaan proberen om het huis uit te glippen. Jawel, maar ik was helemaal klaar met mijn werk. Dat had ik gedaan en ik had het goed gedaan. Oh, meneer verveelde zich. Oh ja. Oh, nou, als het daarom gaat, dan weet ik wel iets op te vinden. Er is nog genoeg werk te doen, hoor. Kom maar mee. Hier. Die loper, die moet geschuierd worden. Oh. Elise, breng jij even stoffer en blik en theeblaren? Als je daarmee klaar bent, dan kan jij binnen nog mooi de meubeltjes in de was zetten. Alsjeblieft, lieve Frieda. Geef het maar aan hem. Alsjeblieft. Dank u wel. Wat moet ik met die bak met theeblaren doen? Die dingen lus ik helemaal niet. Moet ik ermee? Die moet je op de loper uitstrooien. Nou, dat is ook leuk, zeg. Op de loper uitstrooien en dan weer opvegen. Leuk belletje. Dat is om de kleuren van de loper wat op te halen. Pff. Nou ja, dat begrijp jij natuurlijk toch niet. Doe jij nou maar wat je gezegd wordt, hè? En ga jij maar vast naar binnen, Elise. En ik zal de deur op slot doen. Met jou weet je het nooit, hè? Nou, dat hoeft echt niet, hoor, want... Veldwachter, 11:30 is 11:30 en niet 11:55. Nee, meneer, maar ik zei het u toch. Ik was op zoek naar... Naar Zwiebertje, ja, dat weet ik. En ik weet ook waarom. Om een appeltje. Ja, meneer, maar wat voor een appel? Zo een, meneer. Veldwachter. Terwille van zo'n appel, hè, zo'n onnozele appel, verzaak jij je plicht. Oh, meneer, het was diefstal met permissie en dan is het mijn plicht om te... Ja, om 11:30 hier te zijn, zoals afgesproken. Niet waar? Overigens, heb jij je Zwiebertje nog gevonden? Nee, meneer, deze keer is hij me toevallig ontsnapt. Nou, voortaan om zulke kleinigheden je plichten niet vergeten, hè? Afgesproken? Tot die orders, edelachtbare. Goed. Nou, moe. Was meneer erg boos op je? Wie? De edelachtbare boos? Ja, ja, op mij? Ja. Oh, van nee, je verzaadje. Ja. Ik heb het meneer haarfijn uitgelegd en hij heeft alles heel goed begrepen. Och, dit is de telefoon. Ja, hallo, met het huis. Met wie? Met mij. Oh, ja. Zeg, ik wou je even zeggen dat je een hele ondeugende jongen vindt. Ja, weet ik. Daar ben ik. Zeg maar, ik zit opgesloten. Oh, dat jokje. De veldwachter zat hier in de keuken en die kon jou helemaal niet vinden. Ja, maar wacht even.
die heb ik juist dringend nodig. Nou, dan zal ik hem even roepen. Wacht maar even een ogenblikje. Wie is dat? Zwiebeltje. Oh, die krijgt ze. Ja, Bromsnor. Dag, lekkere bollen. Zeg, moet jij een ruime oren hebben? Dan gooi me niet met pet, dan kan je het morgen uitzoeken. Hé, ik zit gevangen en opgesloten. Wat zeg je, gevangen? Opgesloten? Amschijm, je verzaakt je een ogenblikje, het is vertrouwelijk. Nee, maar dit is helemaal geen Amschijm. Luister nu eventjes. Ik zit met twee dames opgesloten, die willen me ook niet meer loslaten. Zes, ga nou uit met die onzin, wat voel je nou weer in je schild? Ja, kom maar naar me halen. Ik zit liever bij jou opgesloten, dan voel ik me veiliger. Nou, waar ben je dan? Nou, luister, ik zal het je vertellen. Je bent er vanmorgen nog vlak langs gelopen. Ja, maar... Het is dat grote huis in de Weverstraat. Ja? En daar zat... Oh, nee, kijk even dan. Haha, juffrouw Frieda. Wat krijgen we nou? Ja, ik werd de telefoon aan het poezeren. En toen hoorde ik opeens een stemmetje uitkomen. Zeg, hallo, hallo. Ben je nou helemaal mal geworden? Ik ben geen juffrouw Frieda. Wat denk je hier wel te... Hallo? Maar helemaal voor dat mal houden, hè. Kwaai jongen. Wat was het nou? Oh, die Dekselse aap, die houdt me helemaal voor de gek. Twee vrouwen, zeg. Wat? Twee vrouwen? Ja, twee vrouwen. En ze zijn zo verschrikkelijk dol op meneer, dat ze hem hebben opgesloten. Oh, kom nou. Waar haalt hij het allemaal vandaan? Oh, uit die grote duim vallen me niet anders. Maar vergeet één ding. Dit is belediging van het gezag, juffrouw Saartje. En ik zal dat mannetje daarvan krijgen. Wat denkt hij wel? Nou ja, dat komt later. Het is nou tijd. Mijn Cordelia, juffrouw Saartje, die zit te wachten met de reten, dus ik moet wel. Ja, ik moet ook de tafel dekken. Dag, juffrouw Saartje. Eet smakelijk, hoor. Dank je. Nou, ik moet zeggen, het stinkt wel, zeg, die was. Niet te dik erop smeren. En vooral goed uitwrijven. Zeker wel. Elise? Wat moet ik kopen, Frieda? Open doen, even. Als het de kruidenier is, het boekje ligt op de keukentafel. Oh, de kruidenier ligt op de keukentafel. Ja. Oh. Dag mevrouw, mijn naam is Van Dijk. Pst, pst. Piet, mevrouw Piet. Wat heb jij nou ineens weer, hè? Nee, ik moet... Nou, dan wacht je maar tot die man weg is, hè? Kijk eens wat een verrassing nu al gemaakt. De vogelen komen. Ja, wat moet ik nou weer? Nee, je hoeft nu niets meer te doen, jongeman. Ik geloof dat je nu je lesje wel geleerd hebt. Ja. En dat je nou niet zo gauw meer het huis van twee oude dames zal binnendringen, hè? Nou, nee hoor. Nu niet, nooit meer. Ik heb er mijn bekomst van. Nou, mijn zuster en ik moeten eerlijk bekennen dat je ons goed geholpen hebt. Alsjeblieft. Ja? En zo lief mijn wol opgehouden. Ja, ook nog. En wij zijn geen ondankbare dames. Kijk eens, loon naar werken. Hier heb jij een Riksdaal. Nou, Maar dan moet je me wel beloven dat je die veldagent een mooie appel teruggeeft. Nou, dat is te mooi om waar te zijn, zeg. Een zilveren Riksdaler met kost en inwoning. Ha! Ben je er blij mee? Nou. Ondeugend mannetje. Ja, jij bent een ondeugend mannetje. Oh, ik ben zo'n ondeugend Rik. Daar praten we nou niet meer over, hè? Nee. Nou, jongeman, de vrijheid tegemoet. Ja. En laat je hier niet meer zien, hè? Nee, dank u wel. Dag, juffrouw Friet. Dag, Lies. Groeten. Ik maak dat ik weer kom. Foei, Elise. Foei, als de buren nou eens toevallig kijken. Ondeugende mannetjes zijn soms ook wel een beetje lief, hè, Frieda? Praat geen onzin, Elise. Mannen zijn mannen. Ze zijn het liefst als ze de deur uit zijn. Kom.
Wat ben je nou toch overmoedigd? Ik kan niet meer. Hallo, op hoor. Nou op alles. Ja, ik ook. Helemaal thuis. Even zitten hoor. Jongens, jongen. Het was ook zo'n gekke dag, moet ik eerlijk zeggen. Je hebt geen idee wat ik daar heb meegemaakt, zeg. Wat een stel. Ik was niet alleen huisdier, ik was huisknecht en huis... weet ik veel wat ik allemaal was. Vooral die pinnige met die bril op, zeg. Die deed niets anders dan commanderen van voor naar achteren, van achteren naar voren. En dat mes had een haar op de handen, op de tanden. Een leuk stel, hoor. Zeg, Sweep. Huh? Meet nou heus dat je weer op stap gaat? Ja, zeg, ik kan hier in het dorp niet blijven, zeg. Doe me een plezier. Ik schaam me bont en blauw als ik Friet en Lies nog eens een keer tegenkom. En dan erbij, het is nog voorjaar ook, hè. Ik zou nou wel weer eens in het hooi willen slapen. Je hebt zo'n mooi eigen huisje. Jawel, goed, maar één keer per jaar, hè. Dan kom ik weer terug op mijn eigen nest. En dan heb ik je heel wat te vertellen. Ja. Zeg, wacht je nou nog echt nog even? Nee, ik ga er vandoor. Ik moet nog de groeten doen en ja. Piet ook. Daar moet ik ook nog afscheid van nemen. Zeg, nee. Neem een paar koekjes mee. Hè? Wat krijgen we nou? Een paar koekjes? Zeg, en geen gekke... geen zakje af? Nou, dat heb ik nou niet zo gauw. Maar eet het maar op onderweg. Zeg, geen gekke dingen doen, hè. Dat beloof je me toch? Beloof ik je. Goed. Tot ziens. Dag, Sweep. Dag. Dag. Pas goed op jezelf, hè? Wat zeg je? Pas goed op jezelf. Op, ja, tuurlijk, pas op jezelf. Dag. Dag, hoor. Dag. Het is altijd weer jammer als hij weer op stap gaat. Hé, hey, wat dacht je wel toen jij in het huis op het raam hoorde tikkelen? Nou, gewoon, ik dacht niks, man. Ha, ik dacht normaal. Ik denk, juffrouw Frida, die wilde dankbaarheid tonen. Wat wou ze tonen? Dat ze blij was dat ik er kootje gemaakt had. Ja, hè? Dat je er kootje gemaakt had, ja. Ja. Wat moet Frida met een kapot kootje? Zeg, ja. Hey, maar ik had wel uit het raam willen springen toen ik je voorbij zag sjouwen. Ja, dat zal wel, ja. Ja, dat kan ik achteraf wel begrijpen. Moet je nog spritsen, hoor? Nee, ik moet geen spritsen. Nee, dankjewel. Nee. Oh, moet ik nog een nieuw kopje chocola voor je eens? Nee, man, blijf me toch eens even zitten. Jij hebt ook helemaal geen rust in je zitvlees. Nou, Er is nog maar één ding wat me eigenlijk een beetje dwars zit, hè. Oh, nou, dat weet ik wel. Dat zijn de lekkere kopjes koffie van juffer Saartje. Brom. Brom? Zit mij dwars. Oh, ligt die jou verdwars? Ja. Zo? Ja. Waarom? Kijk, je kan die appel nou wel uit mijn naam geven, maar dat vind ik het ook niet, hè. Kijk, ik had hem eigenlijk nog eventjes willen spreken onder vier ogen. Nou, man, wat let je nou? Dan ga je toch naar zijn huisie? Nee, ik heb gezegd onder vier ogen. Als ik er eens uitkom, zit het mens er weer bij. Die kneeljaar. Ja, ja. Nou ja, ook geen man overboord. Ga je morgen, dan doet die man zijn rondje buiten het dorp. Zeg maar tussen twee haakjes, dat van die appel, dat vond ik eigenlijk een rotte streek van jou. Nou ja, ik kon er ook niks aan doen. Ja. Opeens heb je het weer. Floep! En dan heb je het. Nou, ik zou zeggen, dan ga je morgen naar hem toe en dan floep, geef je hem een nieuwe appel. Hè? Dat beloof je, ik koop morgen de mooiste en de grootste appel in het dorp die te krijgen is. Krijgt hij dan. Nou ken ik je weer. Nou ben je mijn vriend weer. Oh. Hè? Ja, nou is hij voor mekaar. Nou, reuze. Zeg, nou ga ik wel een kopje chocola inschenken, hoor. Want mijn keel is nou zo doof geworden van al dat geklets. Nou ja. Maar ja, ben ik lust er nog wel. Nou, laat ze hem even lammen in die school. Heel erg. En waarom? Hoeft toch niet zo? Je weet heel goed wat je gedaan hebt, hè? Nou ja. Oh. Wat een nummer weer vrienden zijn. Ja, zo gaat het altijd. Laat hem maar weer vrienden zijn. Wat stel je er tegenover? Eerlijk samen delen. Nou, pak je zakmes even. Lekker, hè? Wolle,
Wij boven kunnen we meer zien. Meer zien van het dorp.